Jaski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Apex Legends video. Ik wil jullie eventjes bedanken voor de support op de vorige video. En heb je er nou vandaag opnieuw zin in? Ram natuurlijk subscribe op, like of vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer. En ik wil ook eventjes EA bedanken voor het sponsoren van de video van vandaag. Maar in het potje speel ik met de Lifeline Legend. En zij heeft natuurlijk ook verschillende abilities tot haar beschikking. Ten eerste heeft ze een heal drone die je kan neergooien en waarmee jij en je team kunnen gaan healen. Ten tweede hield zij ook 25% sneller dan andere Legends. Dus dat houdt in dat op het moment dat ik een Phoenix Kit pop, wat normaal gesproken 10 seconden duurt, het maar 7,5 seconden duurt. En dat is wel een van haar sterke punten. En helemaal met de goud armor hiel je dus eigenlijk 2 keer zo snel. Als laatste voor de special heeft ze nog een care pack tot haar beschikking met 3 verschillende items erin. Dat zijn natuurlijk random items, maar ja, als je een klein beetje geluk hebt, kan er een paars armor uitkomen, een paars helmpje, misschien een gouden barrel stabilizer. Van alles en nog wat kan erin zitten. Maar je hebt er natuurlijk gewoon geluk bij nodig. Wat hebben we vandaag? Een scope, een knockdown shield en een shield cell. Nou, dat is niet echt de carepack die je wil krijgen. Maar we gaan gewoon weer het potje in. We gaan gewoon weer ons best doen. En hopelijk het potje winnen. Dus kom maar op. Ons potje is al begonnen. En we hebben het epicentrum geloot met z'n drieën. Ik ben het alternator tegengekomen. Wel met een paarse lightmac en een paarse barrel stabilizer. En een havoc met helemaal niks erop. Dus het is goede loot. Blauwe armor. En we gaan nu eigenlijk gewoon de vijanden pushen. Want we horen ze hier al verderop met elkaar in gevecht zitten. En mijn team die wil erop af hoor. Kijk hem gaan joh. Hij heeft er zin in. Hij heeft er zin in. Ja, ja. Goed bij elkaar blijven. In je eentje ga je het niet overleven. Met z'n drieën wel. En hij heeft ze ook al gezien. Oké, ze zitten daar bovenop het dak. Ik ga nog wel even snel op zoek naar wat extra dingetjes. Dus ja, als we hier toch zijn, dan kunnen we beter nog even kijken of we iets mee kunnen krijgen. Kijk, dat bedoel ik dus. Hoppatee. Alles is beter dan niets. En er wordt te veel geschoten. Ik kom jullie helpen, jongens. Ik kom eraan. Ik heb hier 2 blauwe armors. Mijn teammate loopt er gewoon vol langs. Oh, die ligt nocturne. Komt er hier aan. Hij gaat er vandoor. Oeh, lucky bastard. Komt hij naar jou toe, team? Hij zit boven. Pak hem maar. Let ze er nog een keer vandoor. Ze gaan er 2 keer vandoor. Ik repair nu mijn armen niet, want ik pak gewoon een nieuwe blauwe op. Dan ben je namelijk ook meteen weer gerepaired. En die zit daar. Ze zit daar. Komt er ook nog een team via de andere kant. Ik heb deze in ieder geval knocked. Ik pak snel zijn armor af. Dan is die namelijk ook weer gerepaired. En dan moet ik mijn andere... Oh, er komt er nog een namelijk toe. Oh, alles mis. Help! Oei, 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 dat scheelde niet veel, joh. Woe! Ik gooide heel snel mijn heal drone neer, maar zij deed precies hetzelfde, joh. Het ging bijna verkeerd. Mijn team die zat ook druk in gevecht. We leven ook nog allebei. Maar dat scheelt echt niet veel hoor hier. Oh, er komt nog een team aan. Ja, ik hoor het jongens. Geef me 1 moment. Hebben jullie ze? Ik denk dat mijn team met iedereen heeft. Wow, yo, wow, yo, wow, yo. Even alles meenemen. Dankjewel. Een R99. Jij geeft die maar. Dan heb ik een R99 en een Havoc. Maar eigenlijk wil ik die flatline mee. Die zat volgens mij in dit kistje. Ja. Dan nemen we die flatline mee. Er zit ook nog een extended max in. Dankjewel. En dan laat ik dus eigenlijk die Havoc achter. Want ik vind het niet echt nodig om die mee te nemen namelijk. Geef me een goud armor. Oh, jammer. Is ook wel goed. Maar het is niet de gouden armor. wel die scope, dank je. Ik vind de scope, de standaard scope van de flatline echt super vervelend. De digital threat, die kan ik goed gebruiken, jongens. Maar dit was wel dat we in 1 keer werden gecent. Dus we beginnen natuurlijk heel snel op af. En eigenlijk kwamen we tussen 3 teams ongeveer in te zitten. Maar we zijn er levend uitgekomen. Dus dat hebben we goed gedaan. En vooral mijn teammates hebben het goed gedaan. En voor receiver, dankjewel. Die is voor de flatline natuurlijk. Snel alle kissies checken. Beter helmpje, dankjewel. Laatste kissie dat hier ligt. Zit daar nog wat leuks in? Nee, helemaal niks. Alright, dan ben ik klaar. Dan ben ik klaar om verder te gaan.
Want dit was het eigenlijk. Ik heb ook 86%, 87% van mijn care packs voldaan. En meestal krijg je daar een paarse armor uit. Dus als ik die 100% heb, dan gooi ik hem even hier bovenop het dak. De care packs die komt naar beneden. Er wordt daar wel gevochten, want er komt een Gibraltar airstrijk de lucht uitvallen. Maar ik wacht toch echt even op mijn package. Sorry team, jullie moeten het heel veel zonder mij doen. Ik doe alles voor de paarse armor. Komt u maar, paarse armor. Paarse armor. Oh, een paarse helmpje. Oké, fair enough. Is ook goed. Niet hetgene wat ik wilde, maar is ook goed. En dan ga ik nu mijn team helpen, want die zitten in de penari zo te horen. En ze zitten op het randje van de storm. Dus als er nu een team voor hun zit, wat ook het geval is, dan moet dat team hun pushen. Want anders komen ze namelijk in de storm te zitten. Het is wel cirkel 1, dus die doet niet heel veel damage natuurlijk. Maar ze gaan zich er gewoon volle vaart mee bemoeien. Ik kom eraan, jongens. Jullie zijn nog steeds zonder me nu aan het schieten. Is daar een bubbel van de Gibraltar? Daar zitten ze ook in, zie je dat? Dus pak de flatline maar. Single shot, want we hebben een envy receiver. Laat hun daar maar in zitten. Die bubbel die gaat zo meteen weg namelijk. De storm komt er ook rustig aan. Dat is niet zo handig, hè? De storm blijven, vriend. Ik gooi een granaat naartoe. Hij zit nog steeds op het randje namelijk. Oh, naast jullie. Gedaan. Ik denk dat hij in de storm zit ook al neer is. Dan hebben we het weer overleefd. Goed gedaan, jongens. Was goed om ze hier op het randje op te wachten. Keer 2 scope erop, dankjewel. Shield battery kunnen we nog wel meenemen. Zit hier nog wat leuks in? Wat heavy ammo. Ik neem nooit heel veel heavy ammo mee, maar ik kan het nu wel doen in plaats van die granaten. Granaten vind ik zelf persoonlijk echt niet fijn. Want die gooi je eigenlijk in de hoop dat ze raak gaan. Je gooit ze niet omdat je zeker weet dat ze raak gaan. En je hebt veel meer aan een Arcstar of een Termite grenade. Maar in de meeste gevallen neem ik helemaal geen enkel granaatje of wat dan ook mee. Jongens, dit is niet handig. Ze zitten in die toren. Ze zitten in die toren. We kunnen dit niet pushen, team. Hij gaat nog weg. Wat is één? Hij heeft er wel één. Hij heeft er één. Zo, die Gibraltar ging niet neer. Oh, die Gibraltar is super weak. Oi. Pak die Gibraltar, bro. En er zit er daar nog één, pas op. Hij kan ons nooit reviven nu, want we liggen vol in het open veld. Oh my god, die Gibraltar die ging gewoon niet neer. Ik heb hem echt veel gehit. Ik doe mijn blauwe schildje maar voor. Ja, hij komt nu pushen. Misschien... revive hem, snel. Revive hem. Misschien dat hij ons nog kan reviven, maar dat moet hij wel nu doen. Wat is hij aan het doen, die Pathfinder? Hij gaat stilstaan. Bro, revive hem, want ze zijn nu elkaar ook aan het reviven. Oh! Ze gaan eerst elkaar healen. Oh nee, nu gaat die Pathfinder neer. Hij moet me nu reviven, hij gaat het nooit eens eentje kunnen overleven. Ja, oké, revive me. Ik heb geen finish kit, dus ik moet het één voor één doen. Ik kan nu ook niet pushen, ik moet eerst merken. Niet erop afgaan, teammate. Niet in je eentje, alsjeblieft. Oh, hij gaat het toch wel doen. Ik ben lifeline, dus ik kan heel snel medicen. Dus die medikit die pop ik zo en die battery ook. Dat is één. Serieus goud armen, bro. Dat is de Gibraltar. Oh, ik wil reloaden en hij pakt per ongeluk. Oi. Ik pak snel mijn teammate op, want de storm komt eraan. Ik ga via links. Die storm die komt al achter me aan. Ik heb 2 medikits en 6 syringes, dus ik moet het wel kunnen overleven. Dit is pas storm 2, maar ik moet echt een enorm stuk gaan nu. Pff, hij had toch goud armor, joh. Die zag ik even niet aankomen. Pop die medikit maar. Ik kan nu 2 keer zo snel healen, want ik heb goud armor en ik heb de lifeline. Maar ik moet echt ontzettend ver rennen, dat is niet normaal. Dus ik hoop dat ik genoeg medic heb, maar ik denk het als ik persoonlijk ben, niet. Ik had misschien nog wel wat meer mee kunnen pakken, eerlijk is eerlijk. Maar dat heb ik nu niet gedaan. Hoe ver moet ik? Oh, ik moet helemaal nog daar langs. Oh, nee hè. En die heal drone die werkt niet in de storm. En ik kan die storm ook niet inhalen. Uh-oh. Daar gaat 1 syringe. Hoppatee. Nou, misschien haal ik het nog wel, doe. Dan gaat 2 syringe. Ik heb ook nog een medikit, hè. Zo.
Ik pop meteen de derde. Dan moet ik dat bruggetje even pakken. Dat bruggetje zit hier naast me. Dus ik moet sowieso nog een klein stukje omlopen. Ik denk dat ik het wel haal. 3 syringe en een medikit. Moet ik wel nu die syringe poppen, though. Pop hem. Ja. Pop meteen nog maar eentje erachteraan. En dan zijn we er alweer bijna. Let's go. Nou, we halen dit. Maar waar kan ik mijn team in gaan roepen? Alright, we leven nog. Ik heb 3 shield berries. Ik heb genoeg kogels. Even kijken. Flatline moet nog gereload worden. Dan moet ik heel veel kijken. Waar kan ik mijn team inroepen? Ik denk dat ik het hier gewoon doe. Kijk, daar ligt ook al pakketjes. Er zitten geen mensen meer bij. Oké, dan ga ik hem hier gewoon inroepen. Ze hebben 1,5 minuut om dan loot te vinden. Want over 1,5 minuut komt een nieuwe storm eraan. En ik ga heel veel op mijn geluid letten. Ik hoor niemand. Als ze nou meteen die kant op rennen, dan kunnen ze die lootboxen pakken die daar liggen. Enemies zien overal die dropship er nu aankomen. Dus elk team die een klein beetje oplet, die ziet nu dat er hier mensen worden ingeroepen. En die gaan dus ook op ons afkomen. Teammates, kom, hier liggen dropboxes, deadboxes. Ik hoop zo dat ze deze kant op komen met z'n tweeën. Oh nee, de eentje is genees kwit. Ik heb je helemaal ingeroepen. Teammate, kom hier. Oké, hij komt eraan. Hij heeft nog wel maar 30 seconden, dan komt de storm er alweer aan. Ik roep mijn care packs hier ook nog even in. Hopelijk zit de paarse armor voor hem erbij. Pff, er is 1 teammate weggegaan. Ik roep hem helemaal in. Ik doe helemaal mijn best hier. En hij is gewoon gerace quit. Het zijn dingen die je niet graag wil zien. Maar kan je niks aan doen. Helmet, syringe. Hij heeft heavy ammo nodig. Ik kan wel voor hem droppen. Ja, ik drop wel wat voor hier. Heavy ammo. Ja, hier ligt nog blauwe armor. Die heb je al. Hij zit alles nu mee te nemen. De storm komt er wel weer aan. Wat een game weer, joh. Ik denk dat we dit wat rustiger moeten gaan uitspelen. Want we zijn nu nog maar met z'n tweeën. En hij heeft ook niet de allerbeste loot. Wat ga je nou doen? Oh, die is al geloot, ja. Ze zitten daar ook in gevecht met een R99. Ik weet niet of ze boven, beneden, onder zitten. Ik denk, ja, ze zitten daar boven, daar, ja. Zit dat veilig? Ja, hij gaat er wel op af, maar hij heeft natuurlijk die wapens nodig van hun. Oh, ze komen naar beneden. Oh, ik gooi mijn heel droog per ongeluk. Ga maar weer naar achter, teammate. Hij gaat er eens eentje baf. Yo, ik probeer hem te killen. Ze zitten in de storm namelijk. Nee, die heb ik. Kom maar hierheen, teammate. Ik maak hem af. Oh nee, nu is mijn teammate down. Ik kan je gewoon revive, want ik heb een schildje. Niks aan het handje, we hebben een schildje. Ze kunnen ons niks doen, dankjewel. Die enemy is denk ik naar beneden gesprongen. Ja, beneden ligt hij. Ja, nu durf je niet meer, hè, vriend. 1 minuut komt de volgende cirkel eraan, dan moeten we voor zijn. Maar mijn teammate die heeft nu sowieso wapens binnen. Je teammate die staat half in de storm, vriend. Wat, kom eens hier zitten. Hier. Heel drone. Hij deed het wel goed dat hij ging pushen, maar ik had eigenlijk niet verwacht dat hij in zijn eentje zou gaan. Dus vandaar dat ik een klein beetje achter bleef staan. Ik zag niet aankomen dat hij in één keer erop af zou rennen, joh. Daar loopt hij nu. Ik heb hem weer op single shot. Ik heb natuurlijk die anvil receiver. Maar we moeten dat dakje claimen. We moeten dat dakje nu claimen voordat die enemies het doen. Nog 3 andere squads. Waar is die enemy naartoe? Die loopt daar. Ja, ik zag hem ook. Goed gespot. Oh. Waar zit die achter die steen, joh?
Dit is even tricky, want hij heeft een sniper, dus. En ik kan hier ook niet goed op blijven staan. Dit is zo'n stom randje. Dan glij je heel de tijd een klein beetje vanaf. Yes, sir. Ja, die loopt daarheen. Twee keer armen gehit, dat is goed. Die andere enemy is daar ook weg. Ja, zij gaan daar naar boven. Wij moeten nu naar boven. Gaan we maar naar boven. Anders pakken die enemies de high ground, dan hebben we een probleem. Rennen, vriend. Zij gaan nu boven op dat spoor zitten namelijk. Want er zit daar een touwtje omhoog. En dan hebben zij natuurlijk weer een voordeel ten opzichte van ons. Gaan we hier naar boven. Zit er naast ons ook te vechten. Oh, hij duwt me er vanaf. Dat is helemaal de bedoeling. Eerlijk is eerlijk. Hij gaat zich ermee moeien. Goed zo. Gewoon afmaken, dan heb je er geen last meer van. Let wel, hou die andere squad in de gaten. Ja, dat bedoel ik. Ik wil heel dit mijn smoke gooien, zie je dat? Maar ja, die heb ik natuurlijk helemaal niet op dit, deze legend staan. Smoke gooien heb je niks aan, Jan. Die heb je helemaal niet. Het is niet vaak dat ik meer met lifeline speel, dus af en toe vergis ik me ook nog wel. Waar is dat andere team nu? Ik ben dat andere team nu kwijt. We moeten echt dit dakje claimen. Alleen mijn teammate die moet ook nog healen. Oh, ze zitten daar bovenop, joh. Ja, die had je even niet zien aankomen, vriend. Ze hebben allemaal snipers daar bovenop. Maar ze staan er volgens mij niet veilig. Oh, hij me gehit. Ik heb goud arm, dus ik heal lekker snel. En we hebben lifeline, dus we healen nog sneller. Alleen dat is niet de laatste squad. Er leeft nog ergens een andere squad. De armor is nu helemaal kapot. Ja, vriend. Jouw armor is ook kapot, vriend. Ah, zo jammer dat ik hem niet heb. Zo stom. Ik had hem moeten hebben. Heel eerlijk. Ze moeten op ons af. Laat ze maar komen. Ze moeten op ons af. Of ze gaan binnen zitten. Nee, ze staan nog steeds bovenop. Maar ik weet niet waar het andere team is. Weer armen kapot. Hoeveel medic hebben hun? Ze moeten al het medic dat ze hebben, moeten ze nu heel de tijd gebruiken. Eentje is dood, die heeft mijn teammate goed gedaan. Gaat dat andere team pushen of niet? Wij moeten op hun af. Zij hebben geluk met de cirkel. Ze hebben me door, pas op. Ik mag eigenlijk nu niet geraakt worden. Maar weer armen gehit. En nu ben ik gehit, nu moet ik op gaan passen. Ik heb ook bijna geen armen meer. Nee, niet erop af, teammate. Ja, dit is poep. Ik kan er niet op af. 40 seconden heb ik nog. Mijn teammate gaat zijn back reapen. Als mijn teammate begint te schieten, moet ik gaan. Mijn teammate zit bij ze. Ik kom je helpen, bro. Hij heeft er één. Let's go, bro. Oh, dat was zo slim van hem. Die vijanden, die dachten dat we nog alle twee bij het huisje stonden. Maar mijn teammate, lekker bezig, bro. Mijn teammate, die sneakte erop af via binnen. Ging hij weer naar buiten, pushte die dak op. Op dat moment dat hij begon te schieten, pushte ik ook. En dan hebben we ze weten te killen. Wat een game was dit, joh. Oi, 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 oi. Helaas was Bob wel geracequit, die Pathfinder in ons team. Maar we hebben 21 kills in totaal. Ik heb er 11 met 2600 damage. En mijn teammate heeft er 8 met 1300 damage. Wat een game was dit, joh. Ik raakte af en toe wel een klein beetje in de war met mijn smoke. Want normaal gesproken speel ik natuurlijk met Bangalore met de smokes. Dus ik gooide af en toe mijn heal drone. Omdat ik dacht dat het een smoke was. Dus dat was niet heel erg slim. Maar je ziet het, de lifeline hield ten eerste sneller. Omdat het lifeline is. Maar ze hield ook nog eens sneller met de gouden armor. Dus dan heb je eigenlijk twee keer zo snel healen. En dat is echt, echt heel erg fijn. Maar mocht je hebben genoten van deze video. Ram natuurlijk zoals elkaar op like. Dat zou ik super gaaf vinden. Vergeet niet te abonneren voor meer. En hopelijk ook weer. Tot de volgende keer.
Bye bye, mensen.